Droom Radio. Hallo Wout van der Meers uit Dendermonde. Hoe gaat het met jou? Ja, redelijk goed. Redelijk goed. Maar ja, met mij ook goed, want jij bent er nu, hè. Wout, maar vertel eens, ja, je hebt examen wiskunde. En wat is er daarnet gebeurd? Dus ik heb naar binnen om iets te drinken en mijn samenvatting is weggewaaid in het zwembad. Oh nee, en wat nu? Kan je er nog iets van lezen? Ben je erachter gedoken? Wat heb je gedaan, Wout? Ja, eruit. Ik kon er nog aan, dus ik heb het er gewoon uitgepakt. En ja, nu heb ik de bladeren een beetje in de zon gelegd. Okay. Dat is niet veel meer leesbaar. Nee, oké. Okay. Dat is eigenlijk nutteloos geweest dat ik in de zon leg. Maar Wout, weet je wat helpt als dat gebeurd is? Weet je wat er dan goed is? Nee. Nee? Wel, ik weet het wel. We gaan even ventileren op de radio. Zo even gewoon de frustraties eruit roepen. En ik ken daar toevallig iemand voor die dat echt heel goed kan. Mag ik er hem even bijhalen, Wout? Ja. Oké, okay. Het is spannend hoor. Hallo, sociaal incapabele Michiel. Hallo, ja? Ja, goedendag, ik ben met de Michiel. Hoe gaat het met jou? Met mij gaat het heel goed. Ja, mijn examens zijn niet in het water gevallen. Ah, oké, dat is al goed. Zeg maar, Michiel, Wout die is gefrustreerd en die wil gewoon even roepen, want dat is dus letterlijk in het water gevallen. Die wil ventileren op de radio en dat is toevallig een van jouw specialiteiten. Kan jij vertellen hoe jij dat doet, Michiel? Ventileren, meestal, je moet dat heel stilletjes doen, hè, want er zijn meestal blokkende studenten aan het luisteren. Mm-hmm. Dus als je ventileert over de radio, doe dat stilletjes. Oké, Wouter? Het is Wout. Ja. Wouter, ben je klaar voor? Dus je mag nu mij gebruiken om te ventileren. Dus ik zou zeggen, ga uw gangetje, Wouter. Wout? En wat moet ik doen? Ja, wat moet hij doen, Michiel? Ja, je moet ventileren. Je mag alles zeggen wat je wilt nu tegen mij. Wout? Rotzak, dikzak, spas, alles. Alles mag. Kom aan, Wouter. Wat? Doe maar. Mag roep maar eens. Mocht allemaal iedereen hoe een klein flietertje dat je hebt. Wouter! Het is Wout. Ja? Wout. Maar misschien is Wout gewoon niet... Ik denk niet dat de Wouter zo heel kwaad is, precies. Nee, maar... Nee. Zeg, misschien, Michiel, moet jij je gewoon even in de plaats stellen van Wout. Dus, Michiel, jij bent Wout op dit moment. Je zit daar gewoon te blokken aan uw zwembad. En plots waait heel uw samenvatting in dat zwembad. Hoe reageer je dan? Ja, ik zou ten eerste vragen aan Wouter, wat zit je al in de ijskast? Zit je aan de fris tegenhalen, Wouter? Want dat vind ik dan wel de moeite natuurlijk. Ja? Wij hebben geen fris. Als je een fris zegt halen, dan is het allemaal meer. Ik bedoel, dan kun je er zo terug bovenop drinken met een fris. Oh ja. Daarmee, ja, ik moet een beetje context zijn. Ah ja, maar amai, dan zou ik kwaad zijn. Dan zou ik echt de ijskast open doen en zeggen, maar godverdomme mij, is het geen fris of wat? Jezus. Zie je mij niet graag of van mama? En je moet het zo heel emotioneel en persoonlijk spelen dan. Zie je mij niet graag een beetje wenen, zo krokodillentraantjes? Hé, Wouter? Ja. Het is Wout, Michiel. Pak het mee en doe er iets mee, Wouter. Het is Wout. Hé, okay. Wouter, trouwens, je hebt een heel grappig stemmetje. Ah, jij ook. Oh, dank je. Wout, wat? Julie, volgens mij moet je ook even ventileren. Ja, sorry. Er zit ook veel... Ik heb de Wouter gewoon aan het uitleggen. Dat is wel niet voor te leggen, hè. Het is een examen, godverdomme, in het water gevallen. Hij had geen fristie. Dat is het ergste wat er kan gebeuren, godverdomme. Julie. Oh, kom aan, zeg. We moeten Wouter zijn eigen nu voelen. Hè? Dat is waar. Godverdomme, Julie, zeg. Tapper de pitjes. Het is Wout. Wout, laat Wout. U... Maar het niet uit. Wout, Wouter. Wout? Ik had erop dat er geen fristie was. Wout, ça va nu met u? Ja. Ja, sorry voor Michiel, hè. Jullie zouden wel broers kunnen zijn. Ja, maar ja. Ja, Wout, wil jij mijn broertje zijn, alsjeblieft? Ik heb geen broer. Ik ben heel alleen. Ja, voor mij is dat oké. Wout? Oké, okay, dan zullen we morgen afspreken. Dan zullen we formaliteiten afspreken. Okay? Michiel? Ja. Michiel? Wat Wout zich ook afvroeg, maar hij durft het niet vragen, want ja, je bent zijn grote held. Wat heb jij eigenlijk gestudeerd, Michiel? Wel, ik ben nu 27 en ik heb tot mijn 26 in het vierde middelbaar gezeten. Dus ik heb echt van alle... Ja, ik heb eigenlijk heel lang gestudeerd. Maar ik heb altijd heel slechte examens.
Maar ik vond dat niet erg, want mijn droom al sinds mijn 3 was om werkloos te zijn en te doppen. Maar Michiel, dat is... Dus altijd als je slecht examen Michiel... hebt, was ik eigenlijk heel blij. Ja, maar Michiel, ja? Je, dat is hier dus marathonradio. Je bent nu echt wel het slechte voorbeeld aan het geven voor Wout en alle andere studenten. Ja, dat is niet goed. Nee, maar het ding is natuurlijk... ik zou tegen iedereen willen zeggen, blijven studeren, blijven blokken. Want zodat iedereen werkt en dan is er meer dopgeld voor mij. Oké. Wout, sorry. Misschien... Michiel, zwijg nu toch even. Wout, misschien kunnen we het goed maken. Ja, sorry voor Michiel. Met dit... Yes, we can. Yes, we can. Heel goed. Sorry, Wout. Michiel, misschien kan jij dat ook even doen? Het barakske? Ken je het barakske? Het barakske? Mag ik roepen? Dat was een klein vetertje net. Oké, ik ben klaar voor. Nee. Michiel, allez. Nee? Wat, dat is een klein vetertje? Wat? Is dat een goeie barakje of niet? Of ik vind het geweldig. Julie is aan het stikken. Belt iemand? Wat, belt een ambulance? Julie is aan het stikken. Live op de radio. Allee, come on, Wout, belt. Straks zijn er 3 drama's gebeurd. Later, examen in Vlaanderen gingen Fristie en Julie door. Allee, come on, Wout. Dus Michiel, nu voor echt het barakske. Yes, we can. Julie leeft nog. Wout heeft een klein vlietertje. Michiel, nu goed. Maar ik snap het niet. Dus je moet gewoon yes we can naroepen. Dus Barack Obama die roept dat. En dan moet jij dat ook naroepen. Het is bewezen dat dat helpt voor... Wie is Barack Obama? Barack Obama's. Ah ja, Obama's. Ja, natuurlijk Obama's. Oké, okay, doe maar. Ik yes, we can. Yes, we can. Dank u wel. Barack Obama's. Dank u. Dank u, Michiel. Wout, ik ga nu alleen draaien van Lil Kleine voor jou. Goed? Geweldig. Of wil je liever iets anders horen? Wout, ik wil een beetje meer enthousiasme. Julie leeft nog in die draad voor uw nummertje. Come on. Beetje juichen. Beetje klein beetje. Klein beetje, joepie. Michiel, zwijg even. Wout, wat wil je graag horen? Kleine jongen van Lil Kleine. Die computer blokkeert er. Kleine jongen van Lil Kleine. Dat bestaat dat? Dat kan toch niet? Dat Lil Kleine een nummer schrijft over een kleine jongen. Dat kan toch niet? Bestaat dat echt? Ga eens kijken. Ja, echt wel. Sorry. Ik vind het niet direct. Ik ga toch alleen moeten draaien, Wout. Sorry. Ik heb hier niks goed gedaan voor u, hè. Sorry. We sturen ijsjes op naar u, Wout. Alles komt goed. Hè? Frissie, okay. Ijsjes. Dankjewel, Wout. Dankjewel, Michiel. En salut, hè. Dankjewel. Ja. Oh, my, sorry. Als ik klim naar de zon.